Hem voor een weekend. Hey, we gaan weer naar een nieuw item toe, hoewel het niet heel nieuw is, maar we hebben het een nieuwe naam gegeven. Namelijk de Game Changer. Ja. Een vast item, maar elke week anders. Oh. Gewoon een spelletje spelen eigenlijk. Ik vind het wel spannend. We gaan elke week... Ja, natuurlijk, maar ik ben ook heel spannend. De Game Changer. We gaan elke week een spelletje spelen in de Game Changer, maar elke week dus een ander spelletje. En deze week heb ik meegenomen Sounds Like Music. Ja. Dit is een muziekspelletje, muziekquiz eigenlijk. Dus een kaartje zitten er in de blik met allemaal muzikale vragen, multiple choice. Heb ik voor Kerstmis gekregen van een van onze luisteraars. Dank je, man. en ik stel voor dat we gewoon de kaarten doorgeven. Ja. Die kaarten gaan doorgeven. En steeds... laten we met de klok meegaan. En dan mag je steeds voor de volgende een vraag kiezen en stellen. Kiezen nog wel? Ja, het zijn er zoveel. En dan stel ik hem aan jou en dan Dominique aan mij of zo? Ja, precies. Okay, ja. En ik aan Dominique. Ja. Nou, laat ik maar beginnen. Ja. Ik kies gewoon willekeurig eentje. Oké. Okay. Niet kijk. Zo. Hij heeft er van tevoren al een uitgekomen. Nee. Stiekem wel, ja. Ja. Ja, okay. De Hollywood Vampires is een zogenaamde supergroep. Welke wereldberoemde acteur maakt hier deel van uit? Weet je het zonder de multiple choices? Nee. Okay. Is het A, Johnny Depp, B, Leonardo DiCaprio, C, Bruce Willis of D, Keanu Reeves? Dit is echt pittig. Ja, die was pittig, ja. Ik ga voor A. Johnny Depp? Ja. Dat is goed. Oh, wow. Oh. Johnny Depp. Ik heb het kaartje voor jou. Hoppatee. Ja. Oké. Okay. Waarnaar is de band Rammstein vernoemd? Oh, dat weet ik. Oh, nee, niet zeggen, Rick. Nee, ik ga niet doe zeggen. Eens even een multiple choice. Oké. Okay. A, een stuk gereedschap. B, een sport. C, een Duitse generaal. Of D, een vliegveld. D, een vliegveld. Ja, dat is goed. Ja, dat wist ik. Het is alleen met één M. Dan, dat is een dubbel M. Oh ja, is dat zo? Rammstein. Ja. Ik ga ook niet kijken trouwens. Ja. Dom anders. Cheater. Zo. Rick. Ja, oh ja. Hoe kwam de zangeres Alia om het leven? Vliegtuigongeluk. Dat klopt. Je hebt het spelletje al uitgespeeld. Nee, maar oprecht. Ik heb laatst een quiz gezien. Oh, ik weet het. Nee, ik weet niet meer. Nee, ik heb in ieder geval een quiz gezien op televisie en er zat deze vraag ook in. Oh. Dat is vanmiddag gebeurd. Ja. Oh, Miguel. Flauw. Zullen we nog een ronde doen? Ja, ik vind het wel leuk eigenlijk. Ja, zeker. Zo. Wat een hand in de studio. Volgende week trouwens een ander spel. Mocht je dit geen leuk spel vinden, volgende week iets heel anders. Nee, dit is heel leuk. Oh. Ik kan thuis ook meespelen namelijk. Oké. Okay. Ik kan ook iets winnen. Weet je wat, Tesla. We gaan de andere kant op. Oké. Okay. Dat lijkt me ook wel grappig. Okay. Een keer andere mensen. Ja, deze weet je wel. Hij is nu al klaar mee. Sidekick. Ik ga hem zonder multiple choice doen voor jou. Oh. Wat is de naam van de astronaut in David Bowie's nummer Space Oddity? Je hebt het jasje ervoor aan. De astronaut... Wacht even. Laat me heel veel nadenken. Sorry. Doe multiple choice. Ja, doe even de multiple choice. Ja, maar dan weet je hem gelijk. Ground control to... Oké. Major... Tom of Matt of John? Tom. Ja. Major Tom, ja. Major Tom, tuurlijk. Oh, wat kut. jas uit. Okay. Voor luisteraars, Miguel heeft een jasje aan dat best wel van David Bowie had kunnen zijn. Ik heb het ook van hem, het kost heel veel geld. Kist op de maak op de... It's not fake. It's not fake. It's true, you know. It's real shit. Liam Payne is nu als singer-songwriter actief. Zijn nou Liam Payne? Nee, Liam Payne, is toch goed? Zeg je dat ja, toch? Liam. Liam, oh, Liam okay. Bice. Liam Payne is nu als singer-songwriter actief, maar met welke boyband brak hij door? Oké, doe maar multiple choice. Weet je dat niet? Nee. Oh. Dus ik ben toch geen radiomaker? Nee, maar. Radiomakers vinden dat niet leuk. Oh. A, Take That. B, Backstreet Boys. C, One Direction. Of D, Boyzone. Ik weet het niet. Nee, B. Liam Payne is... jij zegt gokken. Nee, wacht even. Die maakt toch nog muziek? Zeg eens B en C nog een keer. B en C. Nog een keer. Nu weet ik het. Backstreet Boys of One Direction kies jij dan? Ja, One Direction. One Direction is helemaal goed. Woehoe! Ja hoor. Nou. Kom maar even. Oh. Ja. Oké. Okay. Ja, de kaarten worden even geschud en doorgegeven. En dan krijg ik nog een laatste vraag.
Oké, ja, ik weet niet eens of ik dit goed uitspreek. En welke band speelde John Deacon basgitaar? Geen idee. John Deacon. A. Queen. B. The Rolling Stones. C. The Who. Of D. Kiss. Ja, ik heb hier... Nee, daar heb ik echt geen verstand van. Moeilijke vraag. Queen. Goed. Echt? Ja, het is goed. Nou, Queen. Wow. Ja. Yes, Queen. Wow. Nee, niet meer. Hè? Dit was het, hè? Ja, laten we die maar bijhouden, toch? Nou. Ja, misschien dat we nog tegen het einde iets kunnen doen. Dat zou nog kunnen, voor het einde. Ik denk dat we daar nog wel tijd voor hebben. Weet je, laten we afsluiten met een leuke tip. Want wij doen natuurlijk heel veel leuke spelletjes. Ook vaak drankspelletjes. Nu even zonder drank. Ja, we hebben wel drank, maar dit was geen drankspel. Ja. Mocht je dat nou zelf ook leuk vinden? Ik heb laatst gezien bij... ja, we mogen de naam niet noemen. Maar die hele goedkope winkel in het centrum van Nijmegen. Die oranje-blauwe winkel, geloof ik. Die zit echt heel laag, hè? Ja. Ja, super laag. Ja, echt heel laag. Die. Als je daar binnenkomt, heb je op een gegeven moment aan de rechterkant een hele grote muur met alleen maar drankspellen en dit soort dingen. Dat is hartstikke leuk om even te gaan kijken. Voor op de zaterdagavond zo. Ja, precies. Zeker. Hey, dan heb ik nu een nieuwe plaat voor jullie van Georgia. Heb je er zin in? Als het niet zo lang duurt. Geen 24 hours of zo. Dat is wel lang. Zo heet hij wel. Wil jij snel geld verdienen? Deel deze video met zoveel mogelijk mensen en klik op liken. Dan komt er geld later wel een keer. Of niet?